loop. Goed, even met low power aan de band. Even op 85,6 megahertz. De MPX radio. Vanuit... wat is het? Noordoost Brabanten. Ik heb jou in een tafel gevangen hier. Het signaal dat grabbel en gek weer hier. Dus ik heb het nog gebeurd. Dus ik heb dat nog in. En dan is het nog een beetje opgelopen. Maar nog een grote gastenkast. Stabieler. Ik ga niet meer zo gek heen en weer als de vorige ronde, maar het is ongelooflijk prima genomen hier. Het is een beetje moeilijk uitrichten, want die oude lijzer van die kant die slaat op zo gek heen en weer. Ik ben een goed voor de groep van de missie van die kant, al met de sabbel en die is dat sabbel nog even. Die wordt ook de kerkel laten gaan van de naar deze grote vijver, want ik ben eerst stations aan de frequentie, hè? De dat, de slinger amateur. Dan weet je dat Sierra viert. Ik ga alles in luisteren op de frequentie, mogelijkwijs tegen binnenkomt amateur. Dat is een mooie tijd geleden dat we gestorven hebben, dus met de schier naar ook arriveert vanaf deze kant. Met het gebak. Een goede dag even. De slingerradio, ik ga luisteren. Weer prima ontvangen hier, amateur. Gaat geleidelijk aan stukken beter vanaf die kant. Ik heb de antenne nog eens bijgedraaid hier. Ik weet niet of het wat uitmaakt, maar... Dat scheelt aanzienlijk als je het sigaartje uitdoet aan die kant, hè? De windmolen. Hè? Nou, ik was wel even benieuwd naar de afstemming vanaf deze kant. Het is aan deze kant ook meer turfvermogen. Dus ik ben benieuwd wat de afstemming is aan die kant. Hè? Maar het doet niet lang. Ik denk of de Montana ook nog even inschakelt. Misschien heeft die man jou ook wel ontvangen. Ik denk het ook wel. Het is ook dezelfde locatie, ook de Donald Duck staat, hè? Ja. Ik denk dat ik het raam opengooi hier, dan kan ik die oude golfje wel beschreeuwen, hè?
dit lang stukje muziek en ik luister zo meteen nog eens in mij uit op jouw frequentie en dan gaan we ook even verder de band nog even luisteren hier. Maar niet lang, want het is weer heel vroeg dag morgen, hè. Als de ridder even, de zwarte ridder vanuit Hartje Harken, en we luisteren even, hè. Goedenavond. Anna doet het goed, hè. De vinger is niks mis mee, amateur. Inderdaad, ik had Ik had een deze kant ben ik 25 watts oplopend tot 40 zo'n beetje. En ik heb de buis eraf geknapt, hè. Ja. Ik had iets te weinig spanning op het antenne. En dan ging hij niet over, hè. En dan ging een tijdje zo door en ja. Ach. En nou is de pit op, jong. Ik heb hem nou niet in de doos, maar hij moet er even op, hè. Hij moet er even op, de slinger, jong. Dus, maar ja, goed, dat moet even, hè. Ja, zijn andere dingen in de wereld die het even moeten, hè. Moet ook centjes verdienen voor de baas, hè. Nou, ik heb nog een baan. De montage is in de Bukstad, die moet je meedoen daar. Of we daar rechts of niet, de Montana schakelt me niet meer op, 86-6. En dan ga ik wel even meer luisteren. Hè. Ik heb ook een piepje op de telefoon. Kakeling. Even zonder Montana, dan gaan we dat even met luisteren, amateur. Ook Slinger, ik ga even luisteren, moet ik je gesproken heb, amateur. Dat zal vast wel eens een keer weer komen, dacht ik, hè. Amateur, goeiedag. Nou, ook Joop Ridder. Komt ook goed binnen, amateur, maar ja, dat is ook bijna niet hard. Ik heb hier in ieder geval dus ook even ontvangen in de locatie Schruizen, buurtopje van de locatie Harkema. Op de golfie, ook even vooravond. De zwarte ridder, ook even goed aan, want alles is gewoon zeer wel prima meegekregen, hè, dus. We gaan eens ook luisteren, de slinger, mogen dat signaal dus genomen is van al deze kanten. Dat is de Montanazender, dat vanuit de locatie Schruizen, Friesland, hè. Omgeven Harkema, goedenavond. Bart. Ja, dat gaat bal, hè. Nou, mijn cassettendekje, dat gaat compleet over de nek, hoor ik wel, hè. Nou, wat last van hoofdverklein daar, hoor ik wel.
Desalniettemin allemaal prima te volgen. De afstemming vliegt nog steeds als een gek heen en weer. Komt nog steeds. De vorige doorgang was beter. Het is zo nu nog een beetje halen en brengen. Maar ik kan het grootste gedeelte kan ik allemaal prima volgen vanaf die kant de slinger. Hè. Dat doet vanaf deze kant ook een beetje te pruimen is. Goed, Montagna, nog even prima vang hier. Inderdaad, ik ga ook even in de huiskamer kijken en dan gaan we ook zoetjes dan ook te bed hier. Maar weer heel vroeg dag. Ik denk dat daar ook het geval is. De Montana, maar ja, we gaan wat eerder beginnen hè, dan zo vroeger thuis. Hè. Met die hitte, jongen, helemaal een drama. Hè. Ook even de Rovi ook even stengen ontvangen hier. Zo'n geweldig voor een toestel met zo'n andere kibbel. Koki Anjandoki, hè. En ook de slinger sprake is prima kibbel. Muziek dat is echt. Ja, dat is mijn beste drommel erin hoor ik wel, maar dat hoor je zelf ook wel, hè. Nou, dat is het even vanaf deze kant. Ik heb 42, 43 dat even gezien vanaf die kant. In de noordelijke richting niet, hè? Of noordelijk, maar een beetje meer naar west gaat dan naar Maarten, die heb je wel een straks hier aan. Maarten, maar net het allemaal loopt natuurlijk. En dan ben je blijf uit. Maar het is wel heel erg zo. Maar ik kan het wel even vertellen, dat heb ik wel eens zien. Ja, dat is met de Montagna net zo, hè. Ja. Dus elkaar steeds de cijfers nog niet teruggeven, hè. Dat heb ik langs zien, dacht ik. Goed, ik ga nog even luisteren. De trainer. We gaan ons in afstemmen met 86-3 op die Maarten, op die Blik in Dominee. Als je een beetje kaddere doorgang kan doen, de Center Break Light. Dat is wel zo handig, hè, voor de amateurs. Dus, als je net goed in één keer kan bellen, dan heeft dat weinig zin. Ik ga even luisteren op het jaar van is. Ik ben er aan het eerst. Zuidelijke richting zonder. Dan kunnen ze even een plantje draaien.
ze nog een keer, dacht ik. Gaan we nog zien waar de band over fietst hier. En dan moet er dus niks meer uitkomen. Dan gaan we stekken hieruit, hè. Gaan we horizontaal weer, hè. Dan maken we erop voor een warme dag, maar van de zwabberen weer, hè. Het is een zuidelijke richting. Mocht het hier al wederzijds ontvangen worden, dan zijn we zuiden aan de rust van mei en dan komen we even terug. En anders dan was het even op iets gaan. Dat is nu momenteel een zonder locatie is Huizen, Friesland. En nou, die fietsen man nog die man nog over, hè. Snik weer wat terug de slinger, hè? Of hij wil de Bart amateur, hè? Ik krijg gelijk een beeld erbij. Jij zei van, nou, ik werk liever met cassettebandjes als met die LP's, met platen. Iedere keer het naaldje ernaast. Ik zie je al helemaal zitten, Bart. Elke keer het naaldje ernaast. Och, ik krijg er gelijk een beeld bij, hè. Ja, zeker als je een pilsje op hebt, dan gaat het naaldje de vagina naast, hoor. Zeg maar, hallo. Ik vind hier ook al... Nou, dat merk je best wel, hoor. Met het warme weer en dan een biertje erbij, hoor. Ach ja, joh. Ja, nee, ik heb ook nog vrienden hierbij, dus... ik heb een beetje extra gekregen van het baasje, dus dat is wel lekker natuurlijk, hè. Ja, dat is heerlijk, zeker met deze temperatuur, hè. Nou, waarom zat? Potverdorie. Een beetje speelt en zo, hè. Het wordt inderdaad steeds drukker op de frequentie, want ik ken er nog twee die in de stad blokken staan, hè. Dus ook de oude garde, hè, wat er weer bij gaat komen, hè. Dat is wel leuk, joh. Ja, het is tegenwoordig alle richtingen, ja, het oosten spant nog de kroon. Maar vanuit zijn brand begint overal vandaan een beetje te komen. Hè? Er wordt steeds meer over de frequentie heen, joh. Ja, dat is wel leuk, hoor. Dat oude tijden herleven weer, hè. Ja, en daar zit niet echt meer dat jonge spul bij, joh. Dat is allemaal een beetje... Ik zeg altijd maar weer de oude garde, hè. Dat er allemaal terugkomt, joh. Dat is wel leuk. Ja. Ze hebben ook nog even wat op onze oude dag. Ja, toch? Zo, even kijken. Dat is ook wel lekker nummertje dit. Ik heb hier zoveel cd's liggen, maar ik draai er altijd maar eentje. En die begint gelijk zo maar altijd een beetje over te slaan allemaal. Dus het zou wel goed zijn, hoor. Ja, Bart, het is hartstikke leuk, jongens, om over je. Ja, ik heb het trouwens de afgelopen week eigenlijk wel gemist. Ja. Dus, ik denk even kijken wat ik bij Bart neerzet. Omdat ik met die drie elementen even over de negen binnenkwam bij jou. Het werkt dus wel, hè. Gewoon vier elementen even bijgezet. Ja, dat scheelt dan weer een de B of 8, hè. Nou, het vermogen is hier gewoon hetzelfde, hoor. Dus hier gewoon 5 watt exact rond en meer is het niet. Maar toch wel aardig afstand al mee gedraaid, joh. Met die zwolle en zo, die kant erop. Nou, maar hartstikke goed. Nou, zijn er wel veel condities de afgelopen tijd, hoor. Zeker met het mooie weer, dat wil het helemaal. Maar ik heb nou wel heel veel rotzooi op de band staan, Bart. Dat is niet normaal, joh. Alle kranten eigenlijk wel op, hoor. Het is overal een beetje, ik weet niet wat het is, wat er allemaal in de atmosfeer zit, maar het is een hoop zooi. Ja, maar zo hoor je Duitsers en zo, die zijn ook allemaal bikkelhard. Op dit moment zijn ze allemaal een beetje ingezakt, zeg maar. Maar vanmiddag ook, joh. Ik draai even over de E-train. Gewoon een Duitser en een Franse. En die waren gewoon 100% hier ook, joh. Ja, tenminste net 100% dan, hè.
jij drukt hier net zo hard als de toren binnen, dus niet bij jou is dat. Dus. Als jij vanavond eventjes het vermogen minderen voor Friesland. Ik merk hier helemaal geen verschil, helemaal niks. Ik maak hier helemaal niks uit. Je brandt hier gewoon 100 binnen. Ja, wat dat betreft zitten wij wel gunstig voor elkaar, Bart, hè? Ja, ik beschouw jou een beetje als mijn meetpunt, om zo maar te zeggen. Dus. Hoe ver zal het zijn, in ieder geval naar jou toe? Ik denk een kilometer of 20 of zo. Zoiets. Leuk meetpuntje, Bart. Ja, joh. Ik ben er ook slokje bier te gaan of zo. We zijn ook allemaal hetzelfde, ook allemaal, hè. Niet een is anders, joh. Nou, we gaan er van de oude 3 meter band. Ja, wat jij 27 MC, nee, ik doe er helemaal niks meer mee met dat spul, joh. Ik wil een tijdje nog even afstandjes zitten draaien ermee, maar... helemaal niks mee. Ik heb er wel even een bakje in liggen, maar ja, dat is ook niet zo'n best ding, dus. Dus ben ik maar een beetje mee gestopt met die handel, hè. Want, ja. Of wat is zo'n antennepark hier? Nou, dan zie ik dat ik ook niet meer op Westbroek zit. Want de ruimte is een beetje beperkt, hè? Maar ik heb nou wel een probleem. Ik moet even naar de koelkast toe lopen. Ga ik eens even doen, Bart, hoor. Even een stukje muziek. Ja. Nou goed, ben ik wel even het horen. Ja, ik ga zo de antenne nog een keer de andere kant uitslingeren. Even 90 graden om, even naar het... 90 graden, iets verder nog. Gaan we ze ook nog even een keer op het noordoosten zetten. Even kijken of er nog wat te beleven valt. Maar dan stop ik er ook mee, hè. Ja, weet je wat het probleem is, Bart? Ik kan de antenne niet helemaal op jou uitrichten. En dat is een beetje het probleem, want je bent hier gewoon volle bak en wakker doet, hè? Ik kan een paar graden draaien, naar links of naar rechts, maar je bent hier gewoon 100%, joh. Dat is een beetje het probleem, hè? Dus het kan wel kloppen dat ik nou wat harder ben bij jou, natuurlijk. Nou, dat is toch wel knap signaal, dacht ik zo. Dat is voor 5 watt exact, hè? Daarom gebruik ik jou een beetje als bak, om zo maar te zeggen. Want jij kan daar wel het verschil zien, hè. Mocht je nog een element voor plakken voor die antenne, dan zie jij het verschil weer, hè. Dat is wel mooi, Bart. Nou, ik moet een flinke stap maken om jou uit die 100 te krijgen, weet je wel. Dus... dan moet die antenne toch echt een slinger gaan geven. En dan krijg je een keer uit de 100, hè. Uit de 100%, joh. Nou, je bent hier echt gewoon laai in het hart hier zo. Dus het is maar altijd wel weer een beetje een gok, joh. Van, nou ja, goed, zal het zo een beetje goed naar buiten toe. je bent hier zo hard. Het signaal blijft best wel een flinke brei, een flinke zwaai, zeg maar, 100%, hè. Dat is een beetje een probleem. Tenminste, het is geen probleem, maar het is voor mij een beetje gokken. Van, goed, laat me een paar graden erbij zetten, weet je. Ik ken het signaal niet echt heel zacht krijgen, die kant van jou uit. Je bent hier gewoon loeihard. Hard. Het lijkt wel of hij naast me zit, joh. Ja, ik ben ooit begonnen met het zenden. Dat praat ik in 1978, praat ik erover. Ja, een neef van mij die zat toen die tijd op de toren daar bij jou daar zo. Die werd
toen heette het nog Nozema. Ja, zat hij bij de technische dienst. Hè. En die had toen een zendertje in elkaar lopen flansen. Dus we hebben eigenlijk een beetje begonnen op de 3 meter. Hè. Morgen, man. Dat is ook weer een half eeuw geleden onder andere. Oké, Bart, de slinger uit het Lopende Waard. Ik bedank jou in ieder geval ook voor de gezelligheid eventjes. Ik ga later dan nog een ventje richting het Noordoosten draaien. En dan hoor ik het allemaal nog wel eventjes. Dan staat ook te bed hier. Hè. Ja, warmte en bier doet wonderen, Bart. Hey, we spreken met elkaar, dus het groeten daar zo. En, tot de volgende dag, ga ik maar weer. Ik doe dat hele mooie dorpje Maas. Niet zo, joh. Ik denk, wie staat dan weer op 85, joh? Ja, ik hoorde jou ook nog, Bart, hè? Ja. Ik kwam hier 60% binnen, dus 60, 55, 60% hoor ik hier nog, hè. Ja, joh. Dan lachen, man. Ik denk, wat zit dan? Ik denk, er zit er nog eentje hier op 85. Ja, kan toch? Ja. Ja, ik hoorde eerst een draaglof. Ik draai met die antenne, denk, we gaan weer heen, weet je wel. En, ja hoor. Vol weer richting het zuiden. Toen hoorde ik jou babbelen, joh. Nou ja, zeg. Maar, je kunt toch zo laag komen, Bart, hè? Ja, toch wel een half stukje, hoor. Toch een ruime meegeheids lager lijkt ik te komen. Dat zie je al, merkte ik hier op een gegeven moment niks meer melden. Want het was gewoon 100, dus... Nee, het is stil, Bart. Het is afgelopen voor vanavond, denk ik. Het is echt heel stil geworden. Ja, en een hoop zonwerk staan, hè. Nou, weet je wat ik trouwens ook last van heb de laatste tijd? Dat zijn van die zonnepanelen, joh. Overal een beetje omheen. Dat merk je, dat hoor je best wel, hè. Die geef ik af en toe een bromtoon. Dus je neemt aan dat het van die dingen is, in ieder geval. Ja. Ja, dus er zit heel veel QRM op momenteel. Het is, ik heb hier gewoon er brandt gewoon een dikke led. Dat is gewoon een 20%, 25% een rotzooi staat hier gewoon te, waarbij je gewoon binnenhaalt, hè. Ja, het is net iets te veel voor afstand, zeg maar. Het is een beetje een rommeltje. Maar ja, biertjes mag nog steeds prima, Bert, dus... Op de achtergrond hoor je hier een blauwer. Het is niet een eindtrap in ieder geval, dus... Het zal mij een beetje cool te houden. Ja, lachen, Bart. Ja, en dan, ik stond even aan te kijken, denk ik. Hé, eindje op 85. Zo hard. Tenminste, hard. Ik had jou, zo'n... Ja. 50% of zo was ze hier op de zijkant, joh. Dus ik ging draaien met die antenne en die ging richting zuid. En ja, volle bak signaal. Nou ja, wie staat nog meer, joh. En toen hoorde ik jou lullen. Ja, leuk, Bart. Ja, dat is leuk. Ja, 86. Ja, ik kan er wel komen, hoor. Ik bedoel, als ik de trimsleutel erin zet, dan kom ik ook wel op de 86,5 of zo. Ja. Maar je komt nog een knap stukje laag, Bart. Oh, leuk. Ja, begrijpen maar, hè. Zit hij daar met zijn plaatje, met zijn naaltje. Zit hij daar zo. Zijn plaatje, zijn naaltje. Je moet hem er wel recht op zetten. Buiten als gaat niet goed komen, hè. onze platen draaien, Bart. Dat loop ik, Bart. Ja. Ik luister even, Bart, ga je gang. Nou, grappen maken. Het gaat al beginnen, ik hoor het al.
Hoor je staat Bart, hè? Even kijken, is dat niet de 85 grond, zie ik. Even kijken, hoor. Een stukje zakken moet ik hebben. Wat is dat nou weer, joh? Kom niet bij de knopje. Dat is dat, nou, dat valt er wel. Ja, bijna. Er moet iets zakken, zie ik, in de gaten. Even kijken, hoor. Nou, hier. Ja, die voetbaltjes deed ook altijd wel goed, hoor. Ja, ik zag er pas geleden eentje op het forum staan. Maar die vroeg echt hoofdprijs. Nee, ik ga toch even wat op zeggen, hè. 125 euro of zo voor een vijf element voetbal. Nou, niet gek. Ja. Dat waren ze vroeger nog ineens, joh, die dingen. Ja, maar goed. Ja, het waren wel leuke tijden buiten. Ja, nee, dat zendertje heb ik nog steeds trouwens, hè. Die ging nog steeds liggen, hè. Ja. Dat was mijn eerste zendertje, joh. Ja, dat doe ik niet weg. Dat is een stukje nostalgie, hè. Dat is wel een leuke stadje om te bewaren. Ja, dat geeft niet.